Onder toeziend oog van de technisch directeur van Feyenoord, Martin van Geel, zet Matthew Steenvoorde zijn eerste stappen op het kunstgras van Excelsior. En het zijn geen onwennige pasjes. We blijven Rotterdam, hè? Het kleine clubje van Feyenoord. Dus het bevalt goed. Ja, maar ben jij een echte Rotterdammer? Ja, ik speel al vanaf mijn 7e bij Feyenoord. Ik kom zelf uit Den Haag, maar ik ben altijd in Rotterdam wel geweest. Ben je blij met je overstap naar Excelsior? Ja, ik ben best blij. Want hier kan je jezelf in de kijker spelen. Je kan veel wedstrijden spelen. Maar Feyenoord was dat niet het geval. Want door de komst van Joris Matthijssen belandde Steenvoorde bij Feyenoord op de tribune. En bij Excelsior is hij wel een potentiële basisspeler. We hebben hem met open armen hebben ontvangen, want hij is een hele talentvolle middenvelder en kan ook achterin spelen. Dus wij zijn heel blij met hem. Hij is al speelgerechtigd voor Emmen. Gaat hij ook direct van het begin starten? Nee, hij gaat niet direct starten. Hij is pas vandaag voor de eerste keer erbij. En als je 6 weken met elkaar hebt getraind, dan is het heel erg onlogisch dat je al een speler in één keer in een basisteam zet. Dus hij is erbij en we zullen nu de komende tijd gaan kijken hoe hij het gaat doen. Ja, super, dankjewel.